Wow, die draaicirkel is zo fijn. Kijk hem draaien, hij draait zo snel. Oh. Build that wall. Build that wall. We moeten voor nacht klaar zijn, come on. Hey mensen van het Games Fighters, jullie kijken naar een goed nieuwe video van Ark Scorched Earth. Vandaag ben ik weer terug, jongens. Helaas is het de vorige aflevering niet gelukt de Stone Golem te tamen. We hebben hem helaas gekilled. Heb je die aflevering niet gezien? Hij staat in de beschrijving. Ja, dat is echt ontzettend jammer en ik baal er nog steeds van. We gaan het vandaag nog niet proberen, want ik denk dat het even wat tijd nodig heeft. We moeten niet te snel willen, want we konden sowieso de vorige aflevering helemaal niks vinden. Dus hopelijk komt er binnenkort ergens hierin in de buurt of zo. I don't know. In ieder geval lijkt het me slim om even dit beest goed te levelen, want zijn movement speed mag echt wat sneller. Dat is echt wel even handig. 3 leveltjes, hoppakee, omhoog. Hij was niet super hoog qua movement speed, dus dat moet echt even goed omhoog. Wat me vandaag handig lijkt om te doen, is ons terrein. Zoals jullie weten, we hebben een mooi tuintje, of mooie opbergplaats van de dino's, laat ik het zo zeggen. Maar dat is helemaal niet zo groot, en het is allemaal van wood, en wood is eigenlijk, ja, niet de bedoeling, want het moet allemaal van Adobe. En dit moet eigenlijk ook een Adobe poort zijn. Dus ik denk dat het slim is dat we gewoon gaan uitbreiden. Ik bedoel, we hebben alle ruimte om ons heen, dus we kunnen flink gaan uitbreiden. En ik heb voor de aflevering al wat verzameld, dus we kunnen flink gaan uitbreiden, jongens. Yes! Ik ben trouwens echt 2 uur lang met deze opnames bezig geweest. Het bouwen duurde zo lang en ik heb zoveel saaie stukken moeten wegknippen. Dus ik zou het heel erg kunnen waarderen als jullie deze video kunnen liken. Alvast bedankt iedereen. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, ga ik eerst even alle dino's level uppen. Even wat weight omhoog, hoppakee. Yo, wat is het beest hoog zeg. Tering, vet veel levels up. Die bulterig papzakjes. Daar doen we echt geen reet mee gewoon. We doen er helemaal niks mee gewoon. Ik weet ook niet eens wat ik moet level uppen, man. We doen echt helemaal niks. Die beesten zijn hier al afleveringen lang. Gewoon niks mee. Man. Deze is een weight super belangrijk, hoppakee. Onze metal pickaxe. Onze steenhond is trouwens nog steeds een beetje teleurstellend hoor. Ik bedoel, hij is level 51. We hebben al zo vaak steen met hem verzameld. Waarom is dat beest zo low? Nou, onze Meo Vredelozard. Ik weet niet hoe Don op die naam is gekomen, maar die is ook niet super hoog. Die gebruik ik ook letterlijk echt nooit trouwens. Holy shit. Het probleem van de Terabut is natuurlijk zijn weight nog steeds. Dus ik ben altijd dat aan het levelen. Zijn Sabertooth. Oh, we hebben een nieuwe erbij? Ja, we hebben het. Oh ja, we hadden het. Ah, ja. Dat, ik was het helemaal vergeten. Want de vorige aflevering aan het einde, toen schoot ik voor de grap gewoon zo'n beest neer. En die hebben we dus getamed. Er moet nog wel een zadeltje op. Dus dat zal ik even as soon as possible fixen. Hoppakee. Vet veel levels up. Hij is, dit is een, het is volgens mij een male. Ja, en is dit een female dan, please? Ah, oh, shit, zijn beide males. Ah, dat is jammer. Hoppakee, onze vlughond. Ja, die heeft ook niet super veel weight altijd. Dus die gaan we ook even levelen. En onze wolfie. Ja, gewoon even weight. Oh, wat zijn zijn levels omhoog, jongen. 102. Vliegbeestje ook even. Hoppakee. Nice. Het gaat goed met onze dino's, jongens. Ik heb Casey's net al even geleveld. Die is ook al even 44. Wat de heck staat... Wat? Wat? Oh, wat? Are you kidding me? Wat is dit? Wat de heck? Dom, wat heb je gedaan, ouwe? Wow, die draaicirkel is zo fijn. Kijk hem draaien. Hij draait zo snel. Oh. Dit beest, wat heeft hij allemaal? Argentavis X, wat is dit? Ik hoorde dat jullie vliegers nodig hadden. Wellicht dat dit jullie leven iets makkelijker maakt. Are you kidding me? Are you fucking kidding me, jongens? En het is trouwens super heet. Maar Don heeft het helemaal niet gefixt. Don heeft dit niet gefixt, ik weet het zeker. Oh, het is hier zo heet, holy shit. Wat gaan we even levelen? Want dit beest is zo ziek. Holy shit, 141. What the heck? Movement speed is ook... Tering hoog. Dit is echt, echt de sixth vliegdino volgens mij op het moment. Holy shit, zo snel. Oh, kijk hoe snel dit is en zo snel die kan draaien. Ik ben even van mijn apropos, jongens. Want ik wil dus onze poort gaan uitbreiden. Maar we hebben dus fucking veel fertilized Argentavis eggs. Echt ziek veel gewoon. Dus die kunnen we uit laten komen. We hebben gewoon iets gekregen, want het lijkt me sterk dat Don dit heeft gedaan. Ja, waarom zou Don een briefje... Dus we hebben dit gewoon gekregen. En ik weet niet van wie, maar dit is gewoon een geschenk. Dit moet ik zien als een geschenk, jongens. Dit is ongelooflijk chill, jongens. Ik ben hier echt oprecht blij mee. Als jullie hier een verklaring voor hebben voor dit mooie beest, laat het even weten. Ik pak in ieder geval even de eitjes, want die gaan we even in de koelkast stoppen. Die ga ik nu nog niet uitbroeden. Lekker even in de koelkast. Hoppakeetje, nice. Want dit heeft Don natuurlijk even gefixt. Onze refrigerator doet het nog steeds lekker. Oh, is dat tamed by Humera? Ah, heeft het ons gewoon gegeven. Er is ook iemand op deze server. Alright, alright. Dat is echt super chill. In ieder geval, thanks, ouwe. Dit beest is zo sick. Holy shit. Ik heb zo'n beest ook echt letterlijk nog nooit gezien in deze server. Wauw, dus deze scheethond, ja, je bent heel lief, maar fuck jou, want we hebben niet zoveel aan jou. Tuurlijk mag je erbij zijn en hoort er ook wel lekker bij, maar dit beest, jongens. Oh, hier kan je lekkere reizen mee maken. En we mochten bijvoorbeeld een nieuwe draakeieren willen vinden. Ja, daarvoor hebben we natuurlijk dit beest, want die is zo sick. Onze Jeremy Boas zijn ook wel lekker. Oh, level up. Hoppakee. Zoals jullie trouwens ook zien, ik heb 25 Fence Foundations van Adobe natuurlijk. En ik heb 25 Adobe Walls. Nou, dat is nog lang niet alles, want ik heb hier nog veel meer. Nog 25 van beide.
en 50 railings. Dus we hebben in totaal 50 van alles. Want ik wil namelijk een foundation, een fence erbovenop en de railing erbovenop. Maar jongens, wat we nu gaan doen is letterlijk even alles weghalen, denk ik. Hoppakee, demolish al die shit, hoppakee. En het is natuurlijk het beste om alles van dat onderhand te doen, want we flikken alles naar beneden, kijk. Kijk, want dit spel is natuurlijk niet zoals Minecraft, dat je in de lucht kan bouwen. Dus alles flikkert gewoon lekker naar beneden dan. Hoppakee, dus we modden lekker alles even. We krijgen hier trouwens ook lekker wat resources uit, dus dat is ook echt nice. Die kunnen we natuurlijk easy weer gebruiken voor nieuwe dingen. Zo, alles moet even van Adobe, jongens. We willen geen wood hier. Hoppakee. Donald is trouwens ook verkeerd omgezet. Zoals jullie zien, dit moet eigenlijk aan de buitenkant en dit aan de binnenkant. Maar ja, dat is echt even een prioriteit. En het lijkt me ook slim om het gewoon niet aan het huis te bouwen. Want ja, I don't know. Ik wil het huis gewoon lekker centraal hebben. Oh my god, wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Een level 4-7, dude. Hoezo? Hoe kan je zo low überhaupt zijn? Jongens, we're gonna build a wall. En waar gaan we dat doen? Ik denk dat we gewoon de grens iets verder moeten leggen. Maar ook niet te ver, want zoveel heb ik natuurlijk ook niet weer bij me. We kunnen het uiteindelijk nog veel groter maken. Maar we doen het eerst even, denk ik, ja, ergens hier of zo, denk ik. Ik moet sowieso zo meteen nog veel meer van deze dingen bouwen. Ja, kijk, dit gaat natuurlijk niet goed. Zo wil ik het echt niet hebben. Dan heb je gewoon fucking gaten erin houden. Dat moet ik echt niet hebben. Alright, misschien werkt het zo. Yes. Ah, kijk, dit is al veel beter. Dit loopt goed in elkaar over in ieder geval. Alright, alright, jongens. Het gaat echt nice zo. Ondertussen ben ik trouwens wat nieuwe foundations en walls aan het maken. Dat is super mooi. Altijd gezellig, zo'n scheidbeest. Maar ga even weg, man. Op flikkeren, ja. Ze sluiten heel mooi aan elkaar, zoals jullie zien. Maar ik heb er alleen veel meer nodig. Dus ik ben blij dat ik al nieuw aan het maken ben. Hoppakee, hoppakee. Nice. Scheidbosjes hier. Ga eens even weg, man. Jongens, ik heb inmiddels super veel klei erbij. Om precies te zijn 576. Oeh, hier zit iets te veel ruimte tussen. Daar kan ik zo slecht tegen, hè. Heb je die scheidplanten weer? Stomme, vieze scheidplanten. En waarom pak ik ineens steen op? Wat is dit? Zo is je denk ik wel goed, jongens. We gaan hem nu even opzij gooien. Ah, jongen, die kutplanten. Ga ze weg, man. Ik ben erg lekker bezig. Ik heb inmiddels al wat nieuwe foundations erbij. En zoals jullie zien, ik ben best wel encumbered. Maar dat komt omdat ik zoveel gesloopt heb. Dus ik zit helemaal vol met resources. Dus die moet ik allemaal even droppen en nieuwe van bouwen. Maar we bouwen echt één strakke lijn, zoals jullie zien. En dat is helemaal top. Het ziet er zo mooi uit, jongens. Hey, heb je weer leuke plantjes? Helemaal top. Hey, wat leuk. Oh, daarom ben ik zo encumbered door die planten natuurlijk. Al die scheidplanten, die wegen fucking veel. Zo, ik gooi er vast even wat muurtjes in. Oh, dus dat gaat allemaal andersom zitten. Nee, toch? Oké, die foundations bouwen niet, maken niet zoveel uit, maar die zijn waarschijnlijk allemaal verkeerd omgeplaatst. Alleen zie je dat niet. Ik bedoel, die zijn van beide kanten hetzelfde. Ik ben ook helemaal vergeten een stuk voor de poort over te houden. Jongens, ik ben goed bezig hoor. Demolish, come on. Hoppakee. Oh, wow, teer. Ik kom best wel uit. Ik heb hem nog niet geengrammed, maar het is volgens mij een behemoth. Adobe Dinosaur Gateway. Wat is dat hem? Ja, oh nee, dat is de noob one, denk ik. Dus ik moet deze hebben, die behemoth. Dinosaur Gate. Deze, die moet ik ook nog hebben, dus. Oké. En dan moet ik deze ook hebben. Holy shit, hier gaan wat engram points. Alright. Yes, dat is deze. Oh, dit valt heel erg mee. Top, hier kunnen we echt flink wat van bouwen, jongens. Thatch, ja, dat hebben we echt allemaal in overvloed. Hoppakeetje, ik heb hem al, jongens. Te easy dit. Alright, ik denk dat ik hem zo ga plaatsen. Even koekloeren. Ja, dit ziet er goed uit, jongens. Dan halen we deze even weg zo. En dan plaatsen we even de deur erin. Hoppakee. Volgens mij is het zo goed. Want ik heb hem toch niet verkeerd omgeplaatst, mag ik hopen. Maar deze twee kanten zijn bijna hetzelfde. Dus ja, dit is goed. Dit is nieuw en dit is mooi. I like it. Cool. Hoppakee. Alright, ik ben nu wel benieuwd of hier... Aha, kijk, dit past hier mooi. Kijk, daar zat ik even over in, maar dat past heel mooi. Ik ga dan vast een beetje naar beneden, want hier loopt het namelijk weer heel erg af. Kijk eens aan, zo. Ja, ja, zo hoort hij. Dit is goed genoeg. Zo, jongens, dit ziet er oké uit. Zo, hoppakee, en de laatste alweer. De laatste, hoppa. Alle foundations staan en het is mooi aangesloten ook nog. En dit is heel top. Hier zit één kijkgaatje, maar dat vind ik juist wel leuk. Dat ziet er wel schattig uit. Oh, literally kan ik hier niks bouwen. Are you fucking kidding me? Hopelijk is het zo goed. Yes. Al die walls. Dit is heerlijk om te voelen. Dit voelt goed, dit voelt goed. We bouwen ons territorium uit. Oh, die is verkeerd. Kabam! Volgens mij hebben we echt bijna alles, jongens. Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Maar ik heb nog veel meer walls. En binnen maak ik ook nog veel meer walls. Waarom de fuck bouw ik niet gewoon twee lijnen? Ik bedoel, dat is echt wat te doen. We gaan het gewoon doen. Fuck it, fuck it. Dan heb... Oh, deze verkeerd om. Ik bouw er gewoon twee. Ik bouw er serieus gewoon twee, jongens. Ik zweer jullie, dit is vet. Hier komt niemand aan toe zo hoog. En hier bovenop komt nog een reling, hè. Oh, dit is vet. Hoppakee, deze hoef ik tenminste ook niet steeds te draaien, deze muren. Ik heb echt heel veel walls verpest, hoor. Ah, Terrorbird. Oh, jij kan niet naar binnen, hè. Wat jammer. Arrow op je mik.
Hoppakee. Hier, nog meer. Allemaal op je mik. Ik knal je kapot, jongen. Ah, hij is trouwens wel level 108. Wat dan als ik hem neer kan krijgen? Hoe vet zou dat zijn? Ga dood, alsjeblieft. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Kill it. Ik hak zo hard op hem in. Hoppa. Level 108. Alright, kijk, dat bekkie, dat hangt er mooi doorheen. Dat is een goed teken dat niemand er doorheen komt. Alleen met je nek. Alleen met je hoofdje. Want Ork is lekker gebukt. Alright, jongens, het is bijna nacht, dus we moeten opschieten. Build that wall! Build that wall! We moeten voor nacht klaar zijn, come on. Ja hoor, en serieus, kom ik één tekort? Oh, yes, ik kan gewoon één maken. Oh, top. Nice. Het is al druk nacht aan het worden, jongens. Het is tijd voor de railing. Alright, there we go, guys. Dit is zo ongelooflijk hoog, jongen. Holy shit. Er komt geen terrorbeurtje erheen. Raptor Claws. Oh, damn, ouwe. Waar zit die? Die kan je heel easy zien altijd. Christmas event is er namelijk nog. Is dat beest, dat zit hier ergens. Dat vliegt hier ergens rond. Hier past trouwens for some reason geen railing. Ik weet niet hoe, maar er past geen één. Misschien kunnen we hier ooit wel een doorway plaatsen. Want ja, ik bedoel, waarom zou je één hebben als je ook gewoon meerdere kan plaatsen? Dus dan doen we dat later wel een keertje. Alright, jongens. En de laatste. Oh, yeah. We hebben het gedaan, jongens. Tyfus, wat een ongelooflijk werk. Ben je misschien 2 uur bezig met voorbereidingen? Alles bouwen. Alles slopen moet natuurlijk ook nog. En dan heb je een leuk filmpje van de kleine 20 minuten. Hij is toch helemaal mooi? Ik vind wel even dat jullie moeten liken, hoor. Ik vind wel dat ik het heb verdiend dit keer. Want we hebben echt superveel bereikt. Kijk eens aan, jongens. Holy shit. Jullie denken misschien van, oh, dat valt nog best mee. Maar dit is big, hoor. Kijk namelijk die eerste poort, jongen. Dat stelt is er niks vergeleken dit. En ik ben hier zo lang mee bezig geweest. Misschien kunnen we daar nog een poortje plaatsen. Of daar nog ergens. En hier misschien wel 4 of zo. Dus dat lijkt me wel lachen. Misschien bouwen we ook wel een gigantisch hok voor deze draak. Maar waar het mij om gaat is dat we echt goed hebben uitgebreid. En daar gaat het om. Jongens, ik ga jullie even niet ermee vervelen dat ik dit ding even ga weghalen. Dat komt nog wel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je leuk? Even een duimpje omhoog. En dan checken jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Wat een pakkenwerk, jongens. Maar we hebben wat gehad. En ik ben enorm blij. Ik ga even deze shit weghalen nu. En dan ga ik slapen. Ik ben kapot. Met tot de volgende keer. Later.